de reden dat het zo in één keer een grote voorsprong wordt. Nog steeds een halve baan. De mannen komen wel overeind. 17 man is natuurlijk een grote groep. Je moet ook eventjes marcheren met elkaar. Ook Niels Overvoorde en Lars Boel is weer mee in de kopgroep. Mannen die gisteren het resultaat hadden. Ja, twee van Anema zitten erbij. Zo te zien. In de gauwigheid. Ja, de mannen met drie jumbo's. Bruine Tenerife-benen. Ja. En ook Pieter Michael die als laatste aangesleurd bij de kopgroep aansluit. Toch gaat het peloton weer tempo maken. Ja, dan is het team Regenborg wat het toch niet eens is met deze kopgroep. Waarschijnlijk ook de reden dat er niet goed doorgereden wordt. Want zij komen alweer de bocht uit. Ja, nou wil Visser het natuurlijk wel. Visser denkt, ik moet nu doorzetten. Ik wil dit wel. En kan die dan een gat slaan ten opzichte van die kopgroep? Ja, terwijl in de groep van 17 er nu getwijfeld wordt. Maar dat zou ik niet doen als ik achter Harm Visser aan moest. Nee, want geef hem dat gaatje. Ja, dan kun je niet te lang twijfelen. En gisteren was hij ook zo attent om mee te sluipen. Ja, Daan Gelling is de man op kop nu van Ewer, team van Anema. Die heeft er ook wel zin in. Het is bijna een half rondje, hè? Net niet. Maar ja, wat is een half? Nou, 100 meter. Denk ik. Ja, 150, ja. Ja, hier is het 100 meter, ja. Dat baantje. Komen ze weer voorbij aan de finish. Er zijn er toch mannen uit die groep van 17 die uit elkaar aan het vallen is, die nog naar de kop van de wedstrijd toe willen. Maar het zijn Gelling, Visser en De Gier die een gaatje hebben geslagen. Woelders van Team OK is aan het oversteken. Doet het toch knap. Is er zo knap mee voor en vandaag weer echt voor in de koers te zien. Met z'n vieren. Ja, en dan erachteraan. Dan moeten ze alle zeilen bijzetten om mee te springen. Ja, nu wordt het toch heel interessant. Overal op de baan rijden mensen. En even kijken, ja, het is exact een half rondje. Wat de kop van de wedstrijd nu heeft, de eerste vier op het echte peloton. Dus niet op de eerste achtervolgers, niet op deze groep die erachter zit. Ja, dan zien we onder in beeld al Mats Stoltenborg, die zijn ploeggenoot aan het opwachten is. Die gaat nu Harm Visser helpen om een rondje voorsprong te pakken. Ja, nu gaan we het krijgen, dit heeft zin. Ja. Hè? Ja, dit is nu langzaam aan het slagveld aan het worden. We zeiden het een rondje 30 geleden al, het moet zwaar zijn voor die mannen, van bocht naar bocht. En dat zien we nu gebeuren. Ik heb het idee dat het peloton nu ook wel weer stilvalt, met ze niet echt volle bak doorrijdt. Kijk eens, ze gaan het gat dichtrijden hoor, want nu is het nog maar een halve bocht zo'n beetje. Dan komen ze achterop het peloton en ja, als het de staat van het peloton eenmaal in zicht is, dan is het heel lekker voor Stoltenborg. We zien hier ergens naartoe rijden. Ja, dan hebben we toch hetzelfde beeld als bij de vrouwen zojuist. Dat er op een gegeven moment een grote groep wegrijdt. Ja. Het zijn 15 mannen op dit moment. Daarachter rijden dan nog een paar mannen, drie mannen, die een gat hebben ten opzichte van die eerste groep. Ja, onder andere Remco Stam en Pieter Michael. Ja, die hebben dat tempo niet kunnen bijbenen. En onze Portugees, hè. Bravo. Ja. Stoltenborg gaat door. Ze zijn erbij. Kijk, en hier krijgen ze nog meer steun. Ze zijn erbij. Remco Stam die ook gaat meewerken. Ja, en hier in beeld zien we Wabe de Roy Michael Stam naar voren rijden. Dit is dus het knechtenwerk waarbij je laat terugzakken om iemand te helpen. Want Michael Stam heeft dus nog niet die aansluiting gemaakt. De rest wel. Michael Stam, ook een jongen die het zwaar heeft in de kunstrijdswedstrijden vaak. Het zou toch wel mooi zijn als hij hier die Ronde Vos van kan pakken. Is het kijken natuurlijk. Maar we hebben inmiddels 13 man met een Ronde Vos. Harm Visser, Kasper de Vier, Lars Woelders, Daan Gelling, Christian Haasjes, Luc ter Haar, Evert Holwerp, Jordi Haring, Homian de Groot, Robert Post, Niels Overvoorde en Joram Verkerk en Rondboek. Dan heeft u even alle namen gehoord van de mannen die een ronde voorsprong hebben. Ja, en waar het dan in eerste instantie 17 mannen waren die op avontuur gingen, moet ik zeggen, waren het er, zijn het er nu 13 die de ronde voorsprong daadwerkelijk gepakt hebben. Ja, en als het tempo in peloton omhoog gaat trouwens, ja, we zien ook niks meer erachter rijden nu natuurlijk. Ver weg. Ja, ver weg, die gaan dat niet meer voor elkaar krijgen.
Oei, hier zien we dan een valpartij aan de binnenkant. Ik hoop niet dat dat Lars Wilders is. Nee. En op het rechte eind, vlak bij de coaches. Nou, die is vervelend terechtgekomen. Die gaat gebogen nu richting de coaches. Ja, tegenwoordig hebben we op kunstijs altijd kussens aan de binnenkant. Om dit soort valpartijen kunnen opvangen. Ja, hier maar kom je dat op het gras. Het is hier dus wel gewoon een betonrandje en een grasveld. Ja, ja, en het gras is bevroren, dus noem dat ook maar een betonrandje. Ja. Maar goed, de slag is in ieder geval gemaakt. En ja, ik wou zeggen de eerste slag. De tweede slag gaan we niet krijgen, want we hebben nog maar 16 ronden. Ja, kortom. Dit is de groep waar we zo meteen mee gaan sprinten. Ja, en de procedure bij het marathonschaatsen is dan zo dat we nu het rondebord op 15 hebben. En dat er een bel zal klinken op 11 voor het peloton. Dus de mensen die geen rondevoorsprong hebben. En dan gaan we met 14 koplopers inmiddels gaan we nog 10 ronden finale rijden. Ja, Overvoorde is er ook bij. Ja. Rollen op 14, dames en heren, zoals geweld. Als ze zien de baas Christian Haas is voorin mee. Dan gaan we bellen op 11 voor het peloton. Ook een jonge jongen nog. Ja, werd gisteren heel knap tweede. Volgens mij is hij 20, 21. Ja, die is zich aan het ontdekken dit seizoen, hè? Ja, ja, dit is zijn eerste jaar in de topdivisie en heeft al een aantal mooie podiumplaatsen te pakken. Dat is toch wel opmerkelijk als je gelijk in je eerste seizoen al zoveel keer op podium kan staan. Zeker ook als dat in zo'n wedstrijd als gisteren in Winterswijk is. Kunnenmaat, je bent geplaceerd. Ja, ook op kunstijs al goede resultaten. Ja, echt opvallende rijder. Stoltenborg die de diesel helemaal aan heeft. Die stopt niet meer. Ja, het is te vroeg om conclusies te trekken, maar het is wel het ideale scenario voor Harm Visser. Ja, zeker. En, nou ja, we hebben het al eerder genoemd. Met zoveel overwinningen is dat ook een dankbare taak voor hem om te knechten voor Visser. Christian Haasjes en Luc Terhaar. Ja, Haasjes ook niet af. Nou, als ze straks door de finish komen, zijn er nog 11 rondjes te gaan. Ik kijk nu even weer naar het scorebord en niet naar de graphics bij ons in beeld. Nou, toch fijn dat we een goed beeld hebben op de... We zitten op de finish, op de finish, ja. En het peloton heeft het ook in de gaten, want er wordt nu gesprint voor plek 15 in de wedstrijd. Terwijl dat maar net goed gaat. Ook een aantal jongens met... blauwe helmcaps en de blauwe beennummers die hier een korte uitslag rijden tussen de topdivisie rijden. Ja, ze sprinten hier af en dan maar eens kijken of er nog iemand met de Indianentruc is. Nee, dit zijn echt allemaal mannen die afgesprint zijn. Ja, er komt er geen eentje uit de hoge hoed van de groep. Het blijft de ideale truc natuurlijk. Ja. Gewoon zorgen dat je een beetje verstopt meesprint met de peloton en dan wegwezen. Ja. Als je een ronde voorsprong hebt. Ja, dan ben ik toch benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want we hebben toch een aantal mannen in die grote kopgroep die echt nog weg willen komen. En er zijn ook wel een aantal grote namen, snelle namen voor de sprint. Ja, we kijken ze nu in de eerste poging van Hommel-Jan de Groot. Maar die krijgt meteen Harm Visser ook op een gaatje te dragen. Om dat te neutraliseren. Ja, hij moet nu zelf controleren. Tenminste, een van de controleurs. Ja, dit is toch ook wel echt het zelfvertrouwen en de conditie van Visser dat hij meteen hier al op reageert. Maar ze zijn nog maar met z'n tweeën nu. Hè? Ze waren net met z'n drieën natuurlijk toen die groep ontstond. Ja, gaat hij zelf met de kop van de groep. Zou hij echt zo sterk zijn dat hij dat allemaal kan versjouwen? Dat werk. Ja, mocht dat zo zijn, dan speelt hij echt met de concurrentie. Maar dat zullen ze toch niet laten gebeuren. Dan. Post die hier onderdoor komt. Post zelf ook een snel eindschot. Oh, terwijl Lars Wolders aan onze aandacht ontsnapt is. Die blijft dus nog wel in de wedstrijd. Die rijdt dus niet op een ronde. Misschien is dat toch die Indianentruc die wij gemist hebben. Ja. En dan moet er toch organisatie in die groep komen. Want Wolders heeft 100 meter voorsprong. Hier is Lars Wolders. En we hebben nog 6 rondjes te rijden. Komt zo meteen hier door de streep. Ja, en dan is het Robert Post die het werk moet opknappen. Die het gat moet gaan dichten. Ja, dan doet de rest van de groep even niks. Moeten ze toch aan de bak bij Jumbo-Visma. Om Harm Visser in een goede positie te brengen. 6 ronden
En heeft Lars Wolders nog steeds een metertje of 80. Ja, maar de ronde wordt op 6. Ja, Visser die is van alles aan het gebaren naar de kant. Ik kan er even geen chocola van maken. Nee, maar dan zou Wolders ook aan hun aandacht ontsnapt zijn. Ja. Ik had het idee dat hij in dezelfde ronde weliswaar zat, maar dat hij op achterstand reed. Maar blijkbaar was hij toch mee. Is hij toch vooraan meegeglipt. Maar dat heeft hij knap gedaan, als hij aan die dus aandacht ontsnapt is. Ja, van oké dus. Ook een grote ploeg natuurlijk. Ja, een ploeg die veel jonge talent ook voor de komende jaren heeft vastgelegd. Knap van de leiding daar. Maar hij gaat het niet redden. Daar lijkt het niet op, want we krijgen straks nog het eindschot. We hebben het bij de dames al gezegd. Als die laatste ronde heel snel gaat zijn van de eindsprint, kun je nog 3-4 seconden verschil maken. Ja, het is Robert Post die echt zich helemaal opoffert. Ja. Nu klaar ook is. Hij laat zich terugzakken. Ja, en hij is leeggereden. Ja, dan moet de rest het gaan doen. Kasper de Gier die de kop pakt om Evert Holwerf ook in sprintstelling te brengen. Ja, en Harm Visser die denkt prima joh, als jij voor mij wil gaan knechten, vind ik het ook heel leuk. Ja. Ja, ze komen erbij. Ja, Wolders is sterk. Jammer van Wolders. Ja, ja, zeker. Mooie actie. Dapper. Mooie verrassing was het. Het rondebord op 3 is toch wel dicht bij de finish op zo'n kleine baan. Hij haalt het niet. Hij heeft het erop. Ja, dan gaan we ze opmaken. Ik denk, ja, voor de sprint. Kan hij het anders nu nog wegrijden? Dat lukt niet meer met dit tempo. Nee, de Gier die stroeft het tempo flink de hoogte in. En dan is het kijken natuurlijk. Nou, ook Jordi Haring die voorin mee wil doen voor de sprint, die kan dit ook op natuurijs. Hij is zo kort mogelijk aan het binnenkantje, dat is nog het beste ijs. Ja, dan komt aan de linkerkant nog een aanval van Daan Gelling. Even zijn handelsmerken. Maar ook hij komt niet weg, komen nu die bocht door. Ja, het is een heel klein gaatje. Hè? Ja, en dan die is nu de sprint aan het aantrekken. De bel voor de laatste ronde. Visser in ideale positie. Achter Gelling aan. Nou, het gaatje wordt dichtgereden, Visser. Ja, nu wordt hij gegangmaakt in wezen door Gelling. Ja, bocht even de afstand. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Hij moet er nu eigenlijk al voorbij. Wordt hij vastgezet door Evert Holwerf? Ja. Ja, Holwerf doet dit goed. Komt als eerste die bocht. Oh, daar gaat hij bijna weer. Ja. Visser. Oi. Net als op dat NK. Ja, dan is je kans voorbij. En dan is het Holwerf die de wedstrijd wint. Evert Holwerf, heel knap gedaan. Beurt dat toch? Ja. De nationale kampioen van vorig jaar. Die ontroond werd in Leeuwarden en hier gewoon de tweede wedstrijd op de natuurijsprint. Terwijl groot vuurwerk wordt afgestoken. Ik dacht dat oudjaar al een tijdje voorbij was. Ja, mooi. Hij is er echt blij mee. Dat vind ik wel mooi om te zien. En ook verrassend eerlijk gezegd hoe hij het doet. Zeker. En toch die onbalans bij Harm Visser. Kijk eens, heel snel al de uitslag. Haring op de tweede plaats. Harm Visser dan toch nog derde. Ja. En Haasjes alweer, hè. Net buiten het podium. En Luc ter Haar, de Nederlands kampioen, op de 10e plek. Die completeert hier de uitslag van deze toch wel amusante wedstrijd. Geanimeerd. Ja, en een toch verrassende finale. Want wat zag jij gebeuren bij